Het maken van een pneumatenschema begint altijd met Simula Page in te voegen. Add a Simula Page, rechtermuisknop. Het invoegen van symbolen kunnen we met de palette. Er staan heel wat symbolen op, maar lang niet allemaal. We kunnen ook via Display Hyperpalettes symbolen gaan invoegen, maar daar staan nog minder symbolen op. Er is een andere methode om symbolen op uw Simula Page te laten verschijnen. Door op de rechtermuisknop in uw Simula Page te klikken, komt er Add an Object en daar staat de volledige bibliotheek. Wat ons aanbelangt in het pneumatenschema is uiteraard Pneumatic. We beginnen van boven, Actuators, Cylinders, Double Acting, Cylinder, altijd aan de rechterkant hetgeen je daar geselecteerd hebt, Open, van boven, rechtermuisknop, copy, paste, daaronder het ventiel, in ons geval een 5-2 ventiel, sectie actuators sluiten, directional valves, 5-2, push button, spring return. Ik wil de knop aan de linkerkant, de veer aan de rechterkant, dan kunnen we roteren 180 graden. We kunnen ook spiegelen, mirror, horizontally, zo. Snelheidsregelaar, terug rechtermuisknop en object. Directional valve sectie sluiten. En we gaan naar flow control, throttle, one waver. Sluit hem direct aan. Door op het pijltje te klikken kan ik de mate van opening. Ik laat hem voor 50% open. Ik doe dit rechts ook. Bijvoorbeeld met copy paste. En ik ga de snelheid hier anders instellen door in plaats van 50 naar 70 te gaan. Ja, dus iets sneller. Ik probeer dit stuk hier. Nee, ik ga hem eerst nog aansluiten. Eenmaal klikken. Tweede keer klikken. Loslaten. Klikken betekent de bocht maken. Ik kopieer het ganse stuk naar de rechterzijde. En hier heb ik een plots dezelfde instellingen. Goed. De luchtverzorging plaatsen we er netjes onder. We gaan een complete luchtverzorging maken met filter, regelaar, zelf een droger en een koeler en een compressor. Om de mogelijkheden daarvan te laten zien. Add an object. Dan zitten we bij de sectie accessoires voor de drogers, de koelers, de filters, de vaten, de manometers. Maar er is ook een sectie Flow Lines. Flow Lines bevat een compressor, maar ook een pressure source. En daarvan moeten we altijd vertrekken, van de pressure source. Zet die netjes hier. Van daaruit de compressor. Sluit hem netjes op aan. Na de compressor, zoals gebruikelijk, een koeler. Bevindt zich bij accessoires, zoals we net hebben gezien, de koeler. Zo. Na de koeler een drukvat. Zo. Iets hoger. Na het vat een droger. Een air dryer, ja. Zo. Dan een mainline filter met een wateraftap en daarna een pressure reducer, een reduceerventiel. Kan ik instellen, bijvoorbeeld in de megapascal. Ik ga reduceren naar 0,7 megapascal, zijn 7 bar.
Ik verbind deze twee stukken nog. En ik ga dan nog het vat daarop aansluiten. Opgepast hier. Klikken loslaten. Dit volstaat niet. Ik ga hier één keer klikken en ik moet nog naar een knooppunt gaan om hem ontvankelijk te maken. Zo, en nu verschijnt hier een bolletje dat aangeeft dat het is aangesloten. Ik wil deze twee aansluiten op mijn verbruikers. Zo. Zo. Mijn ventielen moeten uiteraard voorzien zijn van silencers. Gaan we moeten roteren. Roteren altijd in uurwijzers in. Zo. En ik ga die kopiëren en plakken. Eén keer daar. Eén keer daar. En nog één keer daar. En aansluiten uiteraard. Zo, eventueel tekst bijvoegen. Add an object. Niet meer bij numeric, maar bij draw. Hier kunnen we bitmappen invoegen, .bmp's, ellipsen, rechthoeken, maar ook tekst. En bij tekst kunnen we de font gaan instellen, bijvoorbeeld Cambria 12, italic, zwart. Met een bepaald opschrift. Zo. Iets kleiner. En we kunnen vertrekken door op de go-toets te klikken. Kunnen we simulatie starten. Zo, nu is hij actief. We zien dat door de rode lijn. We kunnen hier ook zien door op een bolletje te gaan met onze cursor. Dat daar 10.000 hectopascal op staat. Of 10 bar. Dat is onze pressure source. 10 bar tot daar. En vanaf de reduceer dus 7 bar. 7 bar. 7 bar.